Vitesse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Swoop. Hey, ik ben Bilal Bijzer. Ik ga jullie vandaag meenemen in de Vitesse vlog. We zijn op trainingskamp in Spanje. Dit is mijn tweede keer dat ik op trainingskamp ben. En ik ga jullie naar de andere twee jongens brengen. Dat zijn Hisham en Anil. Maar ik laat jullie eerst mijn kamer zien. Ik slaap op kamer met Dabo. Dabs! Dit is mijn roomie. Going out to Hisham. I will be back. So I see, yeah, see you later, bro. See you later, guys. Oh, moet ik hem dan op pauze drukken of? Nee, je mag gewoon, loop maar gewoon door. Okay. Doe maar lekker je ding. Even de andere jongens even snel ondervragen, zodat jullie ze ook beter gaan leren kennen. Voor mij was het ook spannend de eerste keer dat ik op trainingskamp was. Kijk, mag ik binnenkomen, heren? Zitten er wat ervaren spelers. Space van veel leren. Brian Linsen. Hi, Remco Pasveer. Thomas Bruns komt nog van achter. Dus wij gaan weer door. Later erbij. Ja, toch. Echte professionals. Echte topsporters hier, hoor. Ja, ja. Dat is goed. Wij gaan er weer van door. Veel plezier. Jongens, rustig maar. Dit is het hotel. Een mooi uitzicht. Een beetje. Ja, die deur gaat openlopen. Hij is open, bro. Het is hier hartstikke mooi. We hebben een prima trainingsveld. Het is lekker weer. Ik hoor dat van mijn vrienden al dat het beter weer was in Nederland. Dus we hebben een beetje geluk. Dit is materiaalhok, maar ik weet niet of Frits er is. Fritsie! Nou, hier halen wij dus eigenlijk elke ochtend onze kleren op. En hier ligt Marco ook te ontspannen na een hard dagje werken. Ja, toch? Uitstekend. Ja, toch? Dit is even zo... lekker bijkomen. Ja, het is gewoon een vakantie voor Marco. Maar ja, ze willen dat nooit toegeven. Dus nee, ze werken hard voor ons. Ze zorgen dat alles prima voor ons klaar ligt. Dus we zijn heel erg dankbaar, of niet, vriend? Nee, het mag staan. Ja, toch? Kijk of onze fysiotherapeut er ook is, Jos. Die ons altijd goed behandelt met de dokter en Jesper. Kijk eens, Jos. Ik neem je gewoon mee in de Vitesse-vlog. Nee. Wat doe je nou, jongen? Dit is onze fysio. Hij zorgt altijd goed voor ons. Altijd vrolijk. Dus moest me af en toe een beetje opvoeden vroeger. Ja, af en toe. Nu nog, hè? Ja, soms. Maar ik ben er wel dankbaar daarvoor. Dus, nu breng ik je naar de andere kamer van de andere jongens. Van Hisham en van Nieuw. Kijk eens, Fritsie, ik zocht u al. Kan jij Marco vinden? Ja. Wanneer ik je nodig heb, weet je ze niet. Dat is de enige Turkse André Hazes vet. Ja. Jullie horen dat. Vang hem erop. Rustig, met jou. Rustig, man. Ja, toch? Ja, toch? Snoeki, vang hem. Rustig. Wat zitten jullie te doen? Een spartje. Ja? Leg de mensen thuis even uit hoe dat is. Het is gewoon mensen erg hier niet, man. Oh, mensen erg hier niet, maar jullie hebben een eigen naam. Wie zit te winnen? Ik hoor. Ah, Sloegie! Wat vinden jullie van het trainingskamp? Hoe bevalt het jullie? Wat is vandaag? Dinsdag, 2 dagen. We hebben best wel 2 lekkere trainingen gehad, maar maandag hebben we 1 keer getraind, toch? En vandaag hebben we 2 keer getraind. Ja. Dus, wel pittig, maar is wel goed voor ons. Ja, toch? Ja. Je went er wel aan. Ja, zeker. Ja, bij mij gaat het ook wel gewoon lekker. Het is niet mijn eerste keer. Maar vertel een beetje over jullie ervaring dan. Eerste keer hadden jullie een beetje spanning of juist niet. Nou, hoe keken jullie er tegenop, boys? Niet echt, man. Het was gewoon een beetje wennen ook. Gewoon trainingsniveau en zo. En de arbeid ook gewoon met trainingen en zo. Maar voor de rest niet zo, toch? Hoe kijk jij er tegenop, Sloegie? Ik denk gewoon hetzelfde, man. Dus, je bent wel blij als je zeg maar, dat je mee mag gaan. Dus als je hier bent, hè, maar je bent in Spanje. Je moet ook wel denk ik, genieten dat je hier mag zijn. Maar ook geconcentreerd... trainen al je dingen, zeg maar. Zeker. Hoe waren jullie ouders? Want mijn ouders waren eerst keer echt trots op me. Wat was jullie ouders reactie? Ja, ook gewoon echt trots en zo, gewoon echt blij. Want die willen ook gewoon natuurlijk dat ik slaag in het voetbal, dus. Ja, klopt. En wat was jouw ouders reactie? Dat doe je toch allemaal voor. Gewoon voor je ouders glimlachen. Dat je gewoon die glimlach ziet van je ouders. En dat hadden mijn ouders die dag zeker toen ik hoorde dat ik mee mag gaan. Hoe kijken jullie nog de rest van de week op? Want we zijn hier pas 2 dagen. Oh, ik denk nog verder genieten van de week en lekker verder trainen, man. Ja, dat vind ik toch.
lekker voetballen. Zo zwaar. Veel maar... leren ook gewoon van de, ja, van de oudere jongens, van de trainers en zo. Gewoon goed alles oppikken en zo. En voor de rest komt het wel goed, denk ik. Ja, toch, zeker, zeker. Sloegie is trouwens Hisham's bijnaam. Voor de mensen die thuis kijken. Hij heet gewoon Hisham Ashafai. Volg me op Insta. Ja, het is gewoon Hisham Ashafai, dus geen Sloegie, maar het is zijn bijnaam. Dus nee, dat was het. Ik hoop dat jullie ervan genieten en ja, tot wel misschien de volgende keer. Jongens, rustig aan.